Het verslag van de tweede zomerschoolweek. Ja! Het begon weer met theaterles. De deelnemers worden steeds enthousiaster. Ja! De dagtocht ging deze week naar de Tweede Maasvlakte. Daarvoor moet je vroeg uit de veren. Hier vertrekt de bus vanaf het winkelcentrum in Kerkelanden. Lekker weertje, lekker varen en imposante uitzichten. Veel cultuur daarnaast deze week. Om te beginnen de keramiekworkshops van Christy Rusch. Die vandaag zo hard gewerkt heeft met een prachtig eindresultaat. Wat zijn het een goede boetseerders. En verder workshops schilderen van Mark van Praag. Eerst een goede uitleg aan het begin. En dan een inspirerende nabespreking aan het eind. Op vrijdag de lezing over waterbeheer in het Anna-gebouw. Over te droog en te nat weer, de opvang van te veel en te weinig water. Een lekkere lunch en daarna een rondleiding over het nieuwe natuurgebied Huidekoper. Met de gemeente Hilversum, het Goorse Natuurreservaat en het waternet. En we weten nu alles over dit prachtige nieuwe gebied. Op diezelfde dag maakten we kennis met de sportschool. Iets heel anders dus. Hij wist al op, lekker bewegen dus. Kennis maken met andere sporten is ook een doel van de zomerschool. En dat kwam goed uit de verf. Ten slotte de rondvaart bij de sluizen van IJmuiden. Vooral bedoeld voor de mannen, want die sneeuwen soms een beetje onder bij alle damesgeweld in de vereniging. En zo te zien hadden ze het goed naar hun zin vandaag. Dit is het einde van de tweede week. Tot volgende week!